Hallo allemaal thuis. Hierbij geef ik wat losse oefeningen die we thuis kunnen doen. Iedere dag thuis 10 minuten aan oefeningen doen is al voldoende. Het is beter dan helemaal niets doen. En je hoeft niet altijd een heel uur bezig te zijn om echt effect te krijgen op afslanken en op je figuur. Iedere dag 10 minuten, dat zou hartstikke prima zijn. Vandaag gaan we beginnen met een squat. Daarvoor ga ik ietsje bij been staan. Ik zak vandaag door mijn ribs. En weer omhoog. Ik ga nu in twee stukjes omlaag en twee stukjes omhoog. Laag, laag, hoog, hoog. Laag. Laag, hoog, hoog. Laag, laag, hoog, hoog. Nog 8. 7. 6. 5. Denk erom dat je knieën links voor je tenen uitkomen. Borst naar voren, schouders naar achteren. De eerste serie squats. Nu gaan we naar een lunge. 1 been naar achter. Denk om je balans. Achterste knie. Ga op de laag naar de vloer. In twee stukjes. Komt ie. Laag, laag, hoog, hoog. Laag, laag. Los. Voor de volgende oefening pakken we twee gewichtjes vast. De bicep curl. Omhoog en omlaag. Houd de elleboog niet wijd. Zeker de zijkant van je figuur aan, van je taille. Hoog, hoog, laag. Handen, polsen recht, strak naar voren. Hoog, hoog, laag, laag. Hoog, hoog. Hoog, hoog. Hoog, hoog, laag, laag. Hoog, hoog, laag, laag. Hoog, hoog. Probeer niet helemaal mee te dansen. Bovenlichaam recht houden. En nog 4. 3. 2. 1. En schud je los. Triceps. Onderlichaam. Helemaal strak. Bovenlichaam ook niet mee in en weer bewegen. Onderarm. Hele onderarm. Gaat heen en weer. Bovenarm. Blijf stabiel. Gelijk. Uit. In. Uit. In. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Bovenlichaam, onderlichaam stabiel. Bovenarm helemaal stabiel. Uit, in.
ribbes weer neer. De triceps is handig om 4 series van 8 keer te doen. Dus 8 keer en dan keer 4. Nu gaan we naar het charretje, been hielen tegen elkaar aan. Hou je bekken naar voren, kleine stukjes omlaag zakken. Hou je bekken naar voren gekanteld. Gaan we omlaag en af. Maken. Tot snel!